hier overheen te komen. Maar laten we toch even gaan kijken hoe het is bij Miss Montreal. Nou, ik heb hem gevonden hoor. De kleedkamer van Miss Montreal. Ik ga het gewoon net doen als bij Maan. Hallo! Oh. Ja, dit zou hem wel moeten zijn hoor. Ik ga even kijken of het inderdaad de kleedkamer van Miss Montreal is. Oh ja. Dit is onmiskenbaar. Ik zie namelijk een halve fles wijn. Dus dat kan bijna niet anders. Maar waar is Miss Montreal zelf dan? Ik heb zo'n vermoeden. Er is namelijk een soort algemene plek waar artiesten naar andere artiesten kunnen kijken voordat ze het podium opgaan. En ik denk dan dat ze daar zit. Hi! Sanne, Miss Montreal. Gaat ie goed? Ja hoor, prima. Je staat alvast even een beetje te kijken hoe het podium eruit ziet en zo. Nou, ik zit net te zeggen dat ik hem super goed vind. Vice van Afrojack. Ja. Maar dit is ook wel, ik bedoel, ik heb er niet heel veel verstand van, maar dit is wel een hele knappe vent. Oh nee. Nee niet? Nee, sorry. Nee? Niet mijn, nee, ja, nee, iedereen heeft toch smaak, maar hij is vast wel knap, maar niet in mijn wereld. Maar, zie je jezelf dan ooit een liedje met hem maken? Ik weet niet of hij liedjes maakt. Nou ja, je hoort hem toch? Ja, maar dat is toch van Afrojack? Nou ja, hij heeft het geschreven en gezongen en Afrojack maakt de beats. Oh nee, dan zou ik het wel willen, ja. Tuurlijk. Okay. Maar geen beschuitje? Ik denk dat hij dat nu niet meer wil met mij. Hey, hoe gaat het verder met je? In februari, dan kom ik waarschijnlijk met een Nederlandstalige pianoballetknaller. Vet. Ja, ik wil het gewoon één keertje doen in mijn leven en dat mag gewoon allemaal van iedereen. Dus nou, helemaal gek. Vet. Ja, maar ik heb volgend jaar, dan ga ik alweer een nieuwe cd opnemen. En ik ben daar helemaal ook nu dan mee bezig. En nou, volgens mij gaat dat nog goed. Ja, lekker. Is er nog iets van een soort opwarmritueel voordat je zo meteen het podium opgaat? Dit is het. Meestal heb ik dat niet voordat ik opga, of niet in de kleedkamer. Maar als ik bijna op moet, dan moet ik altijd plassen. Dan zeg ik, kut, ik moet plassen. Dus we moeten even de wc voor jou vinden en dan zo meteen? Nee, want daar is dan echt niet meer tijd voor. En dan hou ik het altijd op. Ik hou altijd mijn plas op als ik speel. En als ik dan een uur speel, denk ik, oh, want ik hoef helemaal niet. Maar dat is toch mijn... ben ik toch een klein beetje zenuwachtig of zo. En dan weet je nu waarom ze zo op het podium staat. Heel veel succes zo meteen. Ja, dankjewel. 538 Live XXL. En als je nog veel meer wil volgen, check dan de site 538.nl. Check alle hoogtepunten op 538.nl/liveXXL.